Ja, de eerste instapreden, en nog altijd de klassieker, is employer branding. Je gaat top-employers overwegen omdat je jezelf op de kaart wilt zetten als een employer of choice. En daar is het keurmerk uiteraard uitermate geschikt voor om jezelf naar voren te duwen als zijnde een toonaangevende werkgever. Wat HR gaat terugvinden in ons programma is een manier om een nulmeting te doen van wat je allemaal doet op het gebied van HR en daarna direct bronnen van inspiratie om het in de toekomst beter te doen. Ik ken persoonlijk geen enkele HR-organisatie die het niet in zich heeft om te leren en om erop vooruit te gaan. Wel, dan is Top Employer zeker een aangewezen keuze. Voor mij gaat Top Employers verder dan recruitment, gaat verder dan het verbeteren van HR. Het is zonder meer een strategische keuze waar eigenlijk het bedrijf als geheel, dus de directie, achter zou moeten staan. Het is belangrijk om de boodschap naar de buitenwereld te geven, niet enkel naar je nieuwe kandidaten of naar je bestaande medewerkers, maar ook naar je klanten, je aandeelhouders, dat je goed bezig bent met je mensen, dat je probeert hen op de best mogelijke manier te engageren. En dat kun je ook bereiken met Top Employers.